Ruimtestation aan Rover. Dit is commandant Danforth. Ilana, Alvin, horen jullie mij? Wat is er toch met ze gebeurd? Lizzie, raadpleeg de vluchtleiding. Als ze ons de meteoridenlaser niet sturen, zijn we verloren. Ja, baas. Meneer Danforth, baas. Nee, luister toch. Oh, nee. Hebben wij weer. Geen communicatie. Oké, we leven nog, maar het gaat niet goed. De radio is kapot. En hoe krijgen we ooit de rover nog gemaakt? Hou op met die onzin. Maken is mijn vak. Oké. En wat doe ik dan? Niks zeggen en nergens aankomen. En mij niet storen. Dus ik heb de supervisie terwijl Ilana de rover repareert. Ze moet gewoon wat schroeven aandraaien en het systeem her... Hey. Wat is dat? Mitchell! Ilana! Wat heb ik gezegd? Maar daar! Alvin! Nou, dan moet ik mezelf maar eens nuttig gaan maken. Kom op, Alvin. Je kunt dit wel. Vluchtleiding aan ruimtestation. Meteoroïdenlaser succesvol gelanceerd. Zo, dit is het. Het moment waarover nog jaren gesproken gaat worden. Toen Alvin Goodman helemaal in zijn eentje Derek Mitchell redde. Mitchell? Om Mitchell te vinden, moet ik denken en doen als Mitchell. Pannenkoek met ijs. We moeten water hebben. Dat is misschien waar, Arjou, maar ik heb geen idee wat je zegt. Wat is er, maatje? Nee, dat kan niet.